Hallo allemaal. En welkom terug bij Harry Potter en de Geheime Kamer. We zijn hier Draco Malfoy's aan het zoeken, want wij zijn kwast op dit moment. En wanneer we eenmaal Draco Malfoy's hebben gevonden, dan gaan we zo... Je wilt toch niet dat we professor Snape roepen? Hoezo niet? Waarom? Je wilt toch niet dat we professor Snape roepen? Wat jij wilt, slet. Oké. Dan gaan we maar hierin, lijkt mij zo. Hey Draco, Draki! Waar ben je, kwast? Ik heb je overal gezocht. Godverdomme. Volg me. Hey, jij kan niet zeggen wat ik moet doen. Hoor. Vreemde jongeman met je witte haar. Van vuur. Weet je, kwast, ik denk dat Perkamentus het in de doofpot wil stoppen. Als die aanvallen nog lang doorgaan... Waarom konden we dat niet daar gewoon over... En die Sint-Potter heeft ook geen grijntje tovenaars trots. En dan te bedenken dat veel mensen geloven dat hij de erfgenaam van Zwadderich is. Ik wou dat ik wist wie het was, dan zou ik hem kunnen helpen. Maar je hebt toch wel een idee wie erachter zit? Je weet best dat ik geen idee heb, kwast. Geen idee heb, kwast. Moet ik dat nou nog zeggen? Maar één ding weet ik wel. Hollander. Hollander. De keer dat de geheime kamer werd geopend, is er een modderbloedje doodgegaan. Dus waarschijnlijk is het een kwestie van tijd voor er deze keer ook één het loodje legt. Ik hoop dat het die griffel is. Draco. Ik moet weer gaan. Waarheen? Naar de ziekenzaal. Ja, dat is het, de ziekenzaal. Ik heb buikpijn en daar moet ik een drankje voor halen. Voor de slomme avond in is, joh. Ik tegen dat ziekelijke gezicht van jou aan te kijken. Burn. Oh, ik ben weer Harry. Ik kan maar beter uit de buurt blijven van die zwadderaars en wegsluipen. Als ze me hier betrappen, wie weet wat er dan gebeurt. Anaal verkracht word je dan. Dat gebeurt er dan, Harry. Word je gewoon van anaal verkracht door Snape. Hier klopt iets niet. Professor Snape! Wow. Ho ho, zag je die ik ben gewoon een ninja. Ninja, hey, Harry is een ninja. Hey, kom terug. Dus, die vraag ik me af, hè. Het zijn allemaal tovenaars. Maar in plaats van dat ze gewoon... Een spreuk afvuren, rennen ze achter me aan. Stel je idioten. Zelfs een geest versteend kan worden. De eerstejaars verplaatsten zich alleen nog in groepjes. Er was op school een levendige handel in. Meneer, rustig aan. Rust, we hebben de tijd, meneer. Rustig aan. Schiet op, Harry. De les verweer tegen de zwarte kunsten begint zo. Cool. Het wordt geweldig! Professor Smalhart gaat ons leren sponsificeren. Sponsificeren. Dus dan in plaats van dat we spons nodig hebben, kunnen we gewoon sponsificatie zeggen. En dan zo, wow, komt er een spons of zo. Ik denk dat het is. Ik denk het wel. Neem me niet kwalijk. Geen probleem, Ron. Oké. Schiet op, we willen niet spons. Hoe de fuck kom jij daar zo snel? Dat was nou mijn vraag. Ik heb een beetje de hik, maar ook weer niet. Dat was een nep hik, volgens mij niet. Wow, dat is Toy Story. Maar dan anders, oké. Okay. Aha. Wat een boel schilderijen. Maar ze bewegen allemaal niet. Klein beetje vreemd. Ik dacht dat ze allemaal hadden te bewegen. Blijkbaar niet. Flippendo. Kom terug bij jullie favoriete... 9 mensen in de les, dat zijn toch heel veel mensen? Godverdomme. Applaudisseren graag. Wat een klas, 9 mensen. Dat is wel lekker rustig, lijkt mij. Ja joh, is goed, waarom niet? Nou, dan gaan we dit maar weer doen. Wat denk je dat ik ben, homo? Volgens mij wil hij mij, hè? Ik ben een 12-jarig jongetje hier. En hij, ja... Yeah. Dat de minder, dat is minder. Ah, dat is minder. Op de bijbehorende pijl toetsen. Ik weet het, ik heb het al 3 keer gedaan, jong. Ik heb het al 3 keer gedaan, jongen. Dit is al de 4e keer dat ik het ga doen. Tenminste, ik heb volgens mij 3 spreuken geleerd, denk ik. Geen idee. Start. Naar boven. Ja, zie je, dit is de normale snelheid. Het is een stuk minder snel dan de plasma en zo. Oh, was het anders spreek? Ik weet niet meer wat het anders spreek is. Geen idee! Geen flauw idee! Denk ik dan. Goed gedaan, Harry!
Je bent door je naar de volgende probleem, smalhart. Ronde 2. Start. Oké, dan. Dit gaat langzaam. Godverdomme, dit is langzaam. Maar dat ik dit ga falen omdat ik opeens die snelheid zo gewend was. Nee, van yo. Het gaat langzaam, jongen. En daar heb ik geen geduld van. Dan begin ik al die knopjes in te duwen. Harry, je bent door naar de volgende ronde. 10 punten voor Gryffindor. Ik heb er nu al 15. Dat is wel erg veel, hè? Een beetje erg veel. Het gaat langzaam. Boven, rechts, rechts, boven, onder, onder, rechts, lalala, waar het valt. We hebben gewoon 30 punten gekregen hiervoor. Godverpielekes, ze zijn er wel. Zo de jeugd. Is gelukt, Harry. Dit is me gelukt, smalacht. Nu kun je beginnen aan mijn pas ontwikkelde en nu al legendarische sponsificeer-uitdaging. Mag ik mijn neus uitsnuiten op jouw gezicht? Dat is nou... Gelukkig kunnen we dit lekker allemaal overslaan. Zoals je weet, ik heb een ongelooflijk geen zin om de hele tijd naar die man te luisteren. Bloep! Wow! Trampoline! Ze konden beter Trampolinico noemen. Trampolinico of zo. Dus we hoeven tenminste niet meer de hele tijd te wachten op de lift. Of op de lift, ik bedoel natuurlijk te zeggen op de... Oeh, dat was dichtbij. Op de trap, wat het, de bewegende trap, want... Waarom leren we dit niet in het begin van het spel? Het is toch een stuk makkelijker als we het vanaf het begin af aan zouden leren, weet je wel. Een stuk makkelijker, al zeg je het zelf. Nou, dat gaat niet werken, hè. Dat blijkt niet echt te werken. Waarom kan ik dat ding niet bewegen? Dat vraag ik me nou af. Zit er iets voor of zo? Ah, natuurlijk. Natuurlijk! Er zit wat voor. Wat een verrassing. Als jij nou even weggaat, dankjewel. Zo. Bloep! Kunnen we dat halen? Ja, dat halen we. Dat halen we zeker. Bloep! Legendarische shit, smalhart. Legendarische poep, dat is het gewoon. En floep. Legendarische poep, floep. Ah. Oh, oké. Wow, oké. Zoek het, Harry. Waar ga ik heen? Goed zo, Harry. Godverpillekes. Ik vind alles minder. Eerlijk gezegd, dat zag ik echt niet aankomen. Dat zag ik echt niet aankomen daar. Dat moet ik toegeven. Dat zag ik echt niet aankomen. En ploep. Wow. Springen dan. Sponsenvliesekloot. Sponsenvliesekloot. Yay. En tada. Nee. Nee. Harry. Harry. Zijn we weer stoppers? Harry. Harry. Stop daarmee. De mooie zo. Okay. Dat wou ik dat je deed. Stoppen. Nou, gaan we eens even kijken wat hier aan de rechterkant is, toch? Moet jou waarschijnlijk hier naar binnen pleuren. En jou naar binnen pleuren. En jou naar binnen pleuren. Bloep! Alsof het niks is hier. Alsof het niks is, weet je. Kan ik dat als sponsificeren? Woe! Oké, ik snap het niet. Ik moet waarschijnlijk gewoon hier dit doen. Moet ik daarop landen? En dan lukt dat niet. What the fuck? Waarom lukt dat niet? Nee, zo doen we dat. Zo doen we dat in Harry Potter. En de geheime kamer. Bloep. Dan landen we hierop. Springen we daarop. Kunnen we dat nog een keer doen? Aha, natuurlijk. Alsof ik het niet wist. Ik deed het gewoon alsof ik het niet wist. Eigenlijk wist ik natuurlijk dat ik daarheen moet gaan en dat ik dat moest doen. Natuurlijk wist ik dat. Ik ben namelijk de Harry Potter. Ik heb dit spel gemaakt, weet je wel. Ik ben de maker van Harry Potter in de geheime kamer. Eigenlijk helemaal niet. Ik zit maar wat te lullen.
Precies. Draai met je ding, Harry. Dat klinkt verkeerd. Om een of andere reden. Klein beetje maar. Plons. Waarom zeg ik altijd plons? Ik weet niet. Waarom ook niet, hè? Precies. Kunnen we hier naar beneden vallen? En dan doen we dit. Vraag me af hoe die nu al een standbeeld van zichzelf daar heeft staan. Beetje ijdeltuin is het, hè? Een klein beetje een ijdeltuin. Een ijdeltuin. Klein beetje maar. Ik hoef al die rotsterren niet, joh. Daar heb ik niks aan. Heb ik niks aan, jong. Ik heb wel een keer erbij. Dus daar heb ik wel wat aan. Daar hebben wij zeker wat aan. Kijk me vliegen. Kijk me vliegen dan. Hartstikke blots. Oké, kijk, niks aan zoals ik al zei, maar net. Geen probleem. Aha. Dat gaat naar het geheim plekje. Maar daar gaan we toch niet in. Want zoals ik zei, ik ga toch niet alles collecteren. Want daar heb ik helemaal niks aan. Zo de je. Wat krijgen we nou? Grote spinnen. En wat hebben we eraan gehad? Helemaal niks. Toch wel? Misschien? Nope. Jawel. De deur is open gegaan. En daar gaat het natuurlijk om. De deur moest open. Springen we hier maar even op. Ik snap het al. Boing. Dan gaan we daarop. Maak we jou even dood. Waarom ook niet, hè? Waarom ben je niet dood? Serieus, waarom ben je niet dood? Dat vraag ik me nou af, hè? Hij vliegt door, maar ik kan hem ook niet meer raken. Toch wel, oké, okay, mooi zo. Ik wou net zeggen. God, verpillig eens, ik kan jou niet meer raken. Boing. Zo. Hebben we dat ook weer gedaan, hè? Hebben we dat ook weer geregeld? En dan lopen we hier overheen en dan pakken wij de ster. De ster des doods. Dan zijn we al bijna aan het einde van de level, denk ik. Dus ongeveer. Ja, dat was mis. En de Harry is dood. Dun dun dun. Moeten wij eigenlijk timen, hè? Maar we springen gewoon zo. Floep, blons. En op hoop van zegen. En dat was inderdaad op hoop van zegen. God is aan mijn zijde. Lol. Zei het ook voor als ik dat zou menen. En hartstikke plaats. Ik hoop dat jullie de video leuk hebben gevonden. Ik ga nog even kijken of er een filmpje bij komt. Harry, de wekelijkse aflingspuntenceremonie gaat beginnen. Ja, dat gaan we mooi nu niet doen. Ik hoop dat jullie de video leuk hebben gevonden. Mocht je hem leuk hebben gevonden, dan wens ik je nog een hele fijne dag toe. Mocht je hem niet leuk hebben gevonden, dan wens ik je een rotdag toe, ja? En dan zie ik jullie morgen hopelijk weer.